Nou, bij Prins Bernhard, de gezelligheid kwam van hem. In de zin van, hij stelde mij enorm op mijn gemak door te laten zien van, ik ga nu echt dingen vertellen. He, maak je daarover geen zorgen. Als jij mij helpt om die verhalen te vertellen en de goede vragen te stellen. Want, dan gaat het lukken. En hij was nogmaals heel open en ik vond hem heel, heel prettig. En hij belde wel eens op. Echt waar? Ja, met Bernhard. Zo, waar zit je nu, Veldhof? Ik zei, nou, een pizzeria. Samen met mijn zoon. Oh, dat is leuk. Ja. Ik dacht, nou, kom je nog eens langs? Ja, heel graag, koninklijke hoogheid. Gewoon puur gezellig? Ja. Ja, maar hij had een groot gevoel voor humor ook. Toen ik bij hem op bezoek was, toen kwam er iemand langs met een ladder. Glazen wassen of weet ik wat. En die zet die ladder dus tegen de muur aan. En hij kijkt naar buiten en hij kijkt naar mij en hij zegt... Veldhof, je hebt geluk. Inbrekers. Dat is geweldig. Ja, maar dan kun je meteen met elkaar. Ja. Als hij al bereid is om dat plezier te maken, ik kan lachen, dan heb je al samen, dan is het ijs al gebroken. En dan, hij vond het vreselijk dat ik alleen maar koffie dronk 's morgens. Ja, moet je weer koffie dan? Hij wilde aan de witte wijn gezellig. Ik zei, oh, 's ochtends? Ja, 's ochtends. Ja. Maar dat doe ik niet. Ik drink nooit overdag.